Ja, het is voor Gasland zo belangrijk om op de Masters Expo te staan, omdat we ons altijd willen laten zien wie we zijn, wat we doen, de merken die we vertegenwoordigen, maar ook de eigen merken die we daar ruim uitdragen. En dat is eigenlijk wel het mooie wat we op de Masters Expo kunnen laten zien. Voor mij is het heel speciaal om op de Masters Expo te staan, juist in deze periode, zo vlak voor de kerst. Is iedereen helemaal euforisch over dat wat er te bieden is. En dat is natuurlijk wel heel speciaal om juist daar dat aan alle klanten te tonen. De mensen moeten echt naar ons toe komen, want wij hebben op horlogegebied echt het allernieuwste van wat de markt te bieden heeft. Sterker nog, er zijn een aantal merken die hebben gewacht met het lanceren van nieuwe producten om die op de beurs te kunnen tonen. Dus ja, er is ontzettend veel te zien. We hebben zeker iets heel nieuws deze beurs en dat is namelijk Gasland Vintage. Dat zijn allemaal juwelen met een heel mooi verleden. Denk aan oude juwelen van Cartier of van Tiffany of van Cleef & Arpels. Al dit soort juwelen kunt u nu ook bij Gasland verkrijgen. Ja, we komen met iets heel verrassends, iets nieuws. Dat doen we in samenwerking met Dennis Bergkamp. Een jarenlange trouwe relatie van ons. Ja, die komen met iets heel nieuws, wat maar voor weinig mensen is weggelegd. Niet vanwege de prijs, maar meer omdat het gewoon een hele exclusieve editie is. Het juweel wat absoluut uniek is tijdens de Master om te zien, is de Gasland 121. Wij hebben hier zowel rijringen van als tenniscolliers, als solitairringen. Eigenlijk is alles mogelijk daarin. En daarom juist zo makkelijk te combineren tijdens de Masters Expo. Wat we buiten de nieuwe merken ook nog meenemen, de merken als Rolex, Tudor, Omega, Tag Heuer met een spectaculaire stand, met een vintage Porsche in de stand. Ook dat is weer leuk om te bekijken en Breitling is natuurlijk ook aanwezig.